oranje als ik heb. Met het coronavirus. Scènes opnemen. Eerst van Leeuwen aan. We gaan nu voor het echt. Oh, en dit zie je bijna. Zit je hier verstopt? Wolf pakken. Oh, chocolade. Hallo, lieve paard. Oh, kijk. Dat heb je daar een plekje gevonden. Jij moet iets doen. Zo, boven. Wat vaak doen dan? Tot dadelijk. En wij zitten bij het zand. Ja, in het leuke recreatiebos. Het is weer een heel leuk weekend. Want ja, we gaan vandaag de volgende aflevering maken. Ja. Van onze Bellinga Cowboy serie. Wij weten nog niet hoe het geworden is. Jullie al wel. Ja, je kunt het in ons eigen Bellinga Fan app kunnen jullie de serie zien van de cowboy. Ja. Dus als je benieuwd bent, we zetten even wat linkjes onder in de beschrijving. Zodat je wat meer kan zien waar je deze superleuke cowboy serie kan terugzien. Ja, maar laatst dat het nieuws dat je misschien wel thuis moet blijven van school. Dus dan heb je iets leuks om extra naar te kunnen kijken. Ja. Wat wij gelukkig hier nog in de mooie bossen hebben kunnen maken. We zitten hier heel veilig met helemaal niemand op de camping. Hier in het lekkere lodgehuisje. Ja, in de boslodge. Ja. En wij gaan even lekker ontbijten. Ja. En dan de auto in. Ja. Naar de Bellinga's Wilde Westen. Dus kijk maar gezellig met ons mee. Nou, hier zijn we weer, aangekomen bij de lodge waar wij onze serie gaan opnemen. Maar we hebben nu even een backstage route. Die gaat hier doorheen, zodat we even iets sneller op de locatie zijn. Want we moesten even hierachter de video uploaden, hier op het wifi-netwerk hier van Dave de eigenaar. Want waar wij zitten, op de camping, hebben we geen wifi. Dus die hebben we net even in de upload gezet. Zodat die in ieder geval zo meteen online ingepland kan worden. Want dat gaat natuurlijk allemaal gewoon door. Maar kijk, hier lopen we dus. Backstage naar de prairie van het mooie gebeuren hier. Kijk, en hier zitten we weer in de setting. Tada, kijk, goedemorgen Dave. Goedemorgen. Die heeft Sammy alweer vast. En hier zijn we weer binnen in de lodge. En hier hebben we de cameramensen weer, de visagie weer. Een goedemorgen. We gaan maar zwaaien vandaag, hè? Goedemorgen. Elleboogjes, voetjes, alles. Nou, we hadden onze kleren al hier nog laten liggen van vorige week. Al onze outfits. Kijk, die liggen hier allemaal. Dus hier gaan mama en papa zich even omkleden. De kinderen zijn al omgekleed. Touwtje voor de hondjes. Helemaal geïnstalleerd. Goedemorgen, Joyce. Nou, Luan, jij bent als eerste, jongen. In de visagie. Ja. En dan nog Alex. Oké. Zo, Lucilla en Luxie, wachten jullie ook op je beurt? Grote broer Luan is nu. Dan Lucilla en dan de jongste Luxie. Ja, mama is er even wat omkleden. Oh, wil Luxie vandaag wel? Ja, zeker. Heeft er zin in. Oh, kijk. Heeft er zin in. Lucilla, mooie cowgirl make-upje. Lucilla is dat kriebelen inmiddels al helemaal gewend, hè, Sil? Nou, dat vindt ze wel leuk. Ja. Dat getut. Een neusje, ja. Nou, we hebben hier weer een mooie make-up set van Joyce hierbij. Met de mooie lampjes en alle kwastjes en poedertjes en dingetjes. En zo veel heeft mama thuis niet, hoor. Nee. Nee, dat is echt een vak op zich, volgens mij. Jij eigenlijk dan zo'n tasje met een paar poedertjes. Ja, mama heeft maar een wat amateuristisch inhoud, hè? Ja. Daniel heeft zijn baard laten staan natuurlijk voor de serie, omdat hij Sheriff Dan is. Kijk, alleen het was een beetje uit de hand gelopen met baard, het baardgroei. Dus we moeten het een beetje bijscherpen. Gelukkig heeft Joyce wel zo'n trimmer, die hadden wij thuis niet, want Daniel had nog nooit geen baard gehad. Nee. Dus dan wordt het een beetje bijgetrimd, dat het iets toonbaarder is, vader. Ja, representatiever. Representatiever. Oh. Nou, Luan, ben ik weer in de continuïteit? Je bent weer helemaal de oude met die korte baard. Nou, Joyce, bedankt voor mijn baard te trimmen, hè? Graag gedaan. Heel gedaan, voor de eerste keer. Wauw. Ja, leuk, hè? Die vind er helemaal niet. Ja, dat was echt wel. Nou, Luan evalueert aflevering nummer 1. Ja. Maar mijn prinsesjes en Woezel, jullie willen wat eten. Wat wil jullie, zullen een lekker croissantje? Lekker eten? Nee, niet voor jullie, Woezelpip. Jullie hebben brokjes en het hondenbaardje. Zo, Sheriff Dan heeft zijn sheriff outfit eraan. Ja, je krijgt het goed. Ik kwijt verband te maken. Want een van de laatste scènes was ik gevallen. En dan heb ik heel erg gekomen. En dat gaat Joyce nu een verbandje om doen. Hey Luxie, papa heeft een verbandje op zijn kap. Zie je dat? Dan gaat de kop aan en weg. Nou, ja, op naar de set. Nou, mijn look is ook weer helemaal klaar voor vandaag. Ik ben dus de barvrouw Farrah in de serie. En Luan en Lucilla die zijn verstoppertje aan het spelen.
achter de bar. Waar zijn jullie allemaal aan het doen? Verstoppertje spelen. Oh, hij is aan het vertellen waar hij allemaal heeft verstopt. Nou, wij gaan weer naar buiten, naar de prairie. We hebben hier een mooie waterval op de achtergrond. Supermooi. En ja, wat heeft Daniel nou gedaan? Ik heb zijn koppen. Een bandje om zijn hoofd. Ik heb zijn koppen. Ja, wat is er nou gebeurd? Dat kun je zien in de serie. En trouwens nog heel eventjes een neertje. Waarschijnlijk zien jullie bij de tweede serie, als je de tweede aflevering ziet, dat Peter Faber, die een van de boeven speelt, die wilde William speelt, is vervangen voor een andere acteur in verband met het coronavirus. Omdat, ja, omdat het is een wat oudere man op leeftijd. 77. En ze willen het 77 is hij en ze willen het risico niet lopen. En vandaar dat hij dus nu niet op de set is, maar we dan eens een andere boef hebben. Die dus William verder gaat spelen in de volgende afleveringen die gaan komen. En dat blijft voor de rest gewoon dezelfde acteur. Even heel veel begrip voor. En Peter, dankjewel voor de eerste aflevering. Ja, super. Fijn. Gaan we weer. Oké, waar zijn we weer, jongens? Hier gaan we weer het Wilde Westen in. Dit is de ingang. En hier komen we weer aan waar de hele set weer klaar staat. En Luxie daar en Luan. Hondjes die zitten er weer bij. En de hele crew weer. En dan gaan we hier weer in de saloon de scènes opnemen. En Luxie, krijg je de jas van Luan aan? Ja. Dat is lief voor grote broer. We hebben het zonnetje er ook weer bij vandaag. En vandaag gaan we dus weer scènes opnemen hier in de saloon. Dat is misschien wel even leuk om te vertellen. Een beetje backstage beelden. Want kijk, daar zit iemand en die is voor het geluid. Daar hebben we allemaal lichten die naar binnen schijnen. Want het is dan zeg maar de zon die de salon inschijnt. En dan hebben we binnen, alles wordt opgebouwd. Volgens mij zit papa daar ook nog met de visagiste Joyce het verbandje even goed te doen. Hier gaan we de scènes doen. Zijn ze nu even aan het kijken hoe alles gaat staan en zo, zeg maar. En even kijken. Papa die zit hier. Die gaat nog eventjes het verbandje recht trekken. Ja, kijk. Helemaal goed. Je had al gezien, hè? Had je al gezien dat hij heel vaak was gevallen? Ja. Ja, dan moet papa echt acteren, hè? Kijk, ik ga echt als... Oh ja.
acteren. Ja, je kan heel goed acteren, schatje. Wacht, snel. Nu is het de scène van Luan en Lucilla. En ze gaan heel hard roepen. Het is 10 minuten pauze en ik ben hier met mijn vrienden. We drinken koffie. Cowboy Jans en Cowboy Terry. Hallo man. Mijn kop is er voorbij. Papa, je hebt geen 10 minuten pauze. Je hebt een half uur pauze. Zet hem op, filmster. Dan blijf ik hier bij de openhuis. Dan gaan wij even ontdooien. Ja. Dag mama, veel succes hè. Wel lekker zijn. Bram, veel plezier met mijn kindjes. Dag. Zo, Woeselpip, blijven jullie hier? Nou, ik mag eventjes nu in de rust. Hey Wes. Hallo Wes. What's up? My name is Quick Vans. Oh sorry, ja, ik zei het verkeerd. Welkom in Quick Prairie. Vans. Alles goed? Nou, eigenlijk wel. Ik heb er eigenlijk wel zin in eigenlijk. Ja, cool. Het gaat wel wat worden. Heel tof dat je er bent. Ja toch? Veel plezier met mijn druifjes. Thank you. Ik zie je straks. Thank you. En ik ga weer naar de set toe waar de volgende scène wordt opgenomen. Een mooie waterval op de achtergrond. Waar Luan een scène heeft met Vlug Vins. En Lucilla en ik ook in de bar zitten. En volgens mij gaan wij een valletje opzetten om de boeven te pakken. Dus ik ga eens even kijken hoe het is op de set. Ja, ik was even een luxe naar bedje brengen. Ja, even lekker in de kinderwagen gelegd. Hoe ging het hier? Heb je een mooie val opgezet? Ja, we zijn nu net een zevende scenario. Oh jongen, hartstikke goed. Volgens mij is er wat aan de hand met al die stoelen en tafels, want het is hier allemaal aan de kant. Volgens mij zit hier... Lucilla, zit je hier verstopt? Voor de volgende scène. Hey, nou, wat spannend. Hey, trek maar. Ja, perfect. En gestopt. Wat ga je doen, Luan? Wat ga je doen? Ik ga... De wolf pakken. De vis. Kijk, daar staat hij, hè. Dat is vis.
Ja, en nu zwaait hij nog heel leuk, maar in de serie is het de boef, hè? Ik en Lucilla die zit daar. Hé, vlugge vis, wil je even in de camera zo boos kijken als je maar wil? Oeh, fijn. Ja, kijk hier. Oeh. Find him. Ja, Duan. Ja, dan ga jij tegenop boksen, jongen. Ja. Daar ben jij niet bang voor, hè? Kijk, en Lucilla die zit daar, verstopt achter de tafel. En er gebeurt iets met een touw volgens mij, hè, jongen? Ja. Dus een plannetje. Heb jij een plannetje bedacht? Hé? Ja. Hé! Hey! Zie je mij? Kleine! Ja, super. Ik vond het. Ik was net een fan. En nu vind jij weer. Luk. Toppie gedaan, kinderen. Nou, ik kom ook weer achter de tafeltjes vandaan. Daar, we zaten achter de tafeltjes verstopt. Super, kom, ga lekker naar buiten. Het zonnetje schijnt. Deze scènes, we staan erop. Even een plaspauze gehad met de kinderen. En oh, heb jij de laatste Twix? Pop komt, Lucilla heeft de laatste Twix gepakt. Heb je de laatste? Ja, Lucilla die is gek op de Twixen. En schatje? Ondertussen dat ze even de set aan het opbouwen zijn. Nou, Lucilla en ik even een handje klappen. En zo? Pepsi. Cola. Pepsi Cola. Wie er lacht, krijgt een contract. Wie er beweegt, krijgt een 2. De tijd gaat nu in. Ja! Lucilla! Ben jij? Lucilla! Nee, mama, je hebt je ketting, schatten. Opdracht van mama. Dat is een opdracht van mama. Oh, mama! Kom op, mama zal meteen een chocolaatje voor jou pikken. Ja! Lekker extra chocolaatje. Ja, maar wat door? Chocolaatje! Chocolaatje pikken! Let op, let op, let op! Niemand kijkt, niemand kijkt! Kijk, ik zie mijn vader staan. Niemand kijkt, niemand kijkt. Chocolaatje, chocolaatje, chocolaatje. Oeh, chocolaatje, chocolaatje, chocolaatje. Die? Milky Way. Kus. Oh, Milky Way. Jij ook, Rutte, wil jij? De laatste. Want niemand heeft het gezien. Kom, we staan weer naar binnen. Pak gewoon een beetje mee. Dit is de derde. Kom, ja, kom. Gaan we snel naar binnen. Dit is de vierde. Bof komt. Wil je zitten? Niemand heeft het gezien. Ik zie Willem toch ook? Ja. Ik zie Willem toch? Ja, we zien jouw gezicht alleen. Nee, oké, okay, maar. Voor het gevoel. Oké, dan even knopen. Knopen maar goed vast. Ja. En kijk eens wie er binnenkomt. Ik ben weer een reukjes. Willem! Ik wil de Willem vervangen.
heb nog weer gewit af. Nou, goed gedaan hoor, Fluffins. Daar is hij weer. Daar is hij weer. Dat waren 10 tekenen. Ja. We hebben de vloer allemaal weg. Ja. En het was toffer geworden van het Wilde Westen. Pak maar gewoon even snel. Ja. Hallo, lief paardje. Zie je, dan moet je ze over de neus aaien. Dat vindt hij lekker, hè? Ja, hallo, lief paardje. Hallo. Oh. Ja, we hebben geen wortel bij paardje. Zie je dat? Hé, hey, Luxie. Luxie, wat is dat? Kijk eens daar. Luxie, kijk eens. Wat is dat? Ja. Hallo. Ze heeft snuffen heel dichtbij. Hé, hey, is dat een paardje? Dat is een paardje, zie je dat? Ja, twee. Twee kleine paardjes staan hier. Ben je erbij? Maar hier. Moet je hier zo staan? Ja, dat randje. Ja. Kijk. Oh, dat is zo cute. Dit zijn de paardjes van Dave. Dave en Vera, dat is de eigenaar van deze lodge. En die heeft echt een stuk of 40 dieren hier rondlopen. Waaronder andere paardjes. Meer dan 40 dieren. Meer dan ook nog wat reptielen en kamelen en bokjes en van allerlei dieren. Ja? Meer dan 40 dieren. Meer dan 40 dieren, zei hij dat? Ja. Oeh, dat is ook, kijk, dat vindt hij lekker. Op de platte hand, hè? Zeg maar, dag paardje. Dag paardje, Luxie. Ja. Oh, nou, we gaan weer draaien. We gaan weer een volgende scène opnemen. Met z'n allen, dit keer. Hé, hey, hoe gaat het met je hoofd? Ja, mijn hoofdpijn gaat door het zonnetje steeds beter. Ik heb mijn hoed nog wel even op. Er moet nog één scène op, dan mag het verbandje eraf. Het verbandje eraf. Kom, duifjes aan, Luxie. Op naar de saloon. Hé, hey, dat is wel grappig, hè? Pip zit bij de kraan. Ja. En Woezel Pip, Woezel die loopt overal rond. Woezel. En Pip is echt zo'n meisje, zeg maar. Die zoekt warme plekjes op. Dus die ligt iedere keer daarop. Heb je daar een plekje gevonden, Pip? Ja, moet je wel weer omhoog doen. Pipje, dat is niet voor jou. Dat is het doek van het licht, volgens mij. Kom, Pip. Kom. Pipje. Even een ander plekje zoeken, Pip. In de volgende scène hebben Woezel en Pip ook een rolletje. Want ja, ze moeten iets gaan doen. Maar wat? Dat zie je in de serie. Het is alleen nog even de vraag of ze het gaan doen. Hé, Pipje? Ja, jij moet iets doen. Misschien moeten we er een beetje gaan lokken met koekjes of zo. De deur die moet hier dicht, want we hebben hier een rookmachine. Om het allemaal wat spannender en gezelliger te maken. En als de deur dicht blijft, blijft de rook ook binnen hangen. Kijk, Woezel die is er ook. Daar, Woezel. Pipje mee. En dan gaan we eens even kijken wat we hier moeten doen met de honden. We hebben net de shadow opgenomen. En nu gaan ze nog een shot opnemen. Close-up op Luan. En dat ziet er dan zo uit, zeg maar. Je moet één scène vanaf verschillende hoeken filmen. En nu gaan we dus een close-up opnemen van Luan. Zo, boeven. Ik blijf wel hier bij de hondjes. Oh ja? Nee. Ik ga wel in de cel zitten met de deur op slot. Ik ben trots op jullie. Nou, doe ze maar lekker in de cel. Ook die doos aan. We hebben een vlogbeeld, zo. Here's the sheriff. Kan je misschien een dubbelzijde steen in de ster, dat die blijft plakken? Echt wel. Oh, Vince, muy rapido. Gaat het goed, man? Daniel, let op, niet in de haar staan, zo. Oh ja, ik doe het voor nog een paar keer doen, hoor. Nou, wij zijn toen om even lekker te gaan lunchen, toch? Echt wel. Aanzienlijk. Zo, Luan, is smakelijk, jongen. Dank je. Dat zal wel smaken, of niet? En Lucilla, oeh, wat eet jij voor iets lekkers, mama? Ja, lekker. Een bolletje. Ja. Oh, heel smakelijk. Geef eens naar Luxie, acrobaatje. Kom even. Even lekker lunchje. Heel smakelijk. Yes. Appel. Helemaal warm. Nou, ga mee. Zet hem op, Robert. Wat ga je doen, jongen? Nou, ik ga hier even de scènes doen. Hé, hey, Luan. Ja? Wat staat er weide vol? Ja. Hé, hey, dat zijn jouw dierlijke figuranten. Ja. Cool, hè? Wauw. Luan. Stop. Oké, je mag de ster iets meer naar lager, alsof je naar de camera wijst. Oké? Zo, ja. Ja. Oké. Nog een keertje. Kijk maar naar waar de boeven staan. En actie. En nog een keertje. Kijk in de camera. En Leon, nog een keer.
Doe maar, hey boeven, zoeken jullie deze? En doe maar. Wat heb je daar dan weer, jongen? Heeft Marcella weer allemaal lekkers mee? Marcella, wat zorg je er goed voor ons? Ja, joh. Dank je voor je goede zorg. Kijk dan, een mandje vol met lekkers. Dat was tussen mijn benen. Duik onder de wijdbeen staan. Oké, en actie. Ren maar op hem af. Ja, perfect. Oké, en go. Hey Lucilla, ben je er ook weer gezellig bij? Moer zet even een lekker warm kopje thee. En dan doe jij gezellig met ons mee. Toch? Nou, wij warmen even op in de saloon. En dan gaan we door naar de volgende scène. Hey, schatje, je hebt goed gedaan. Luan, rennen, go! Nou, Leon, ze hebben even een zonnetje nagebootst, zie je dat? Leon, jij mag hier komen. Yes. Oh, jij. Je mag wel lekker gaan rennen. Veel plezier, jongen. Kijk, ze maken hier gewoon het zonnetje na. Hartstikke idee. En ja, gaan we terug. Jij rent snel achter Vince, wil je aanrennen? Wat ik wil! En dan zeg jij... Dat was een hele weet ik niet, maar ik mag die boef en de ster niet kwijtraken. Oké. Weet ik niet, maar ik mag die boef en die ster niet kwijtraken. En actie! Ga je doen! Ik mag niet kwijtraken. Dus je kijkt naar de camera? Oké, Lucy en Luan, jullie mogen allebei een klein stapje naar links. Dat is de andere links. Ja, nog een stapje. Ja, daar zo, perfect. Rap voor Lucilla, high five. Hey. Top, hè? Jij mag lekker naar binnen. Tot zo, hè? Was leuk, hè? Jasje mee, ga maar lekker naar binnen. Tot straks, mijn zus. Doeg. Hey, Lucky Luan. Je krijgt er weer genoeg van, hè? Nou, jongen, jij nog een laatste scène, hè? Hé, hey, maar vind je het dan niet te snel gegaan? Nee. Het is al bijna klaar. Ja. Veel te snel gegaan, hè? Bijna klaar. Hé, tot op jou, jongen. Box. Lucky Lua. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even. Duimpjes omhoog. En niet te abonneren en klik op een belletje. We zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Volg je hartsbomboem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee.